Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten, Brawl Stars bestaat al meer dan 2 jaar lang. En in de tussentijd is er zo ontzettend veel veranderd. Tenminste, als ik zo naar de game kijk. Ik heb in het begin namelijk gespeeld en ik speel nu weer. En de game is niet meer te vergelijken. Dus ik dacht van, ik moet hier een video over maken. Ik heb namelijk 10 dingen die zijn verwijderd uit Brawl Stars. Dus die er vroeger in zaten, maar nu niet meer. Lijken jullie deze video super tof? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog en gaan proberen. De 2000 likes binnen 1 avond te halen. Ik weet het, het is extreem veel. Maar hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op ons kanaal. Het kan natuurlijk ook voor meer Brawl Stars. En laten we gelijk beginnen. We beginnen bij nummer 1. En op nummer 1 staat een leuke. Namelijk, je had een manier vroeger om na je potje, als je die had gewonnen, om je rewards te verdubbelen. En volgens mij was dat niet eens wanneer je had gewonnen, maar gewoon überhaupt. Je kon je rewards gewoon verdubbelen. Maar hoe kon je dat dan doen? Nou, links onderin het scherm stond gewoon de knop waarmee je een reclame kon kijken. En als je die reclame had gekeken, dan kreeg je dubbele rewards. Jawel. En dit was natuurlijk een heel erg sneaky maniertje van Supercell om natuurlijk geld te verdienen. Want als jij die reclame ging kijken, dat betekende geld voor Supercell. Dus dit was letterlijk een soort van inkomen voor hun. Dat was natuurlijk best wel slim, omdat Brawl Stars natuurlijk in zijn kinderschoenen stond. Het moest geld verdienen. Ook al hadden ze natuurlijk Clash of Clans, Clash Royale wat lekker liep. Maar Brawl Stars moest ook geld verdienen. En dit was natuurlijk een best wel slimme manier. Het was niet de meest nette manier, want ja, reclames van ook andere spellen in je game toevoegen, dat is niet het allerslimste wat je kunt doen. En ziet er ook niet heel erg netjes uit, eerlijk gezegd. Maar ze hebben het wel gedaan. Ze hebben het uiteindelijk dus verwijderd. Vandaar dat hij ook in dit lijstje staat. Maar goed, zeer interessant is om te zien. Gelukkig nu niet meer. Geen reclames. Maar ja, aan de ene kant ook geen dubbele rewards. Ja, af en toe dan. Goed, laten we doorgaan naar nummer 2. En op nummer 2 stond ook wel een grappige. Namelijk hoe je het spel eigenlijk speelde. Namelijk, op dit moment kun je heel erg chill je joystickje overal neerzetten. En kun je met je duim spelen. Weet je wel, kun je lopen en zo. Maar destijds was het ietsje anders. Ietsje anders. Namelijk, je had gewoon een maniertje waarmee jij op het scherm klikte. En daar liep jouw brawler heen. Dat werd je ook letterlijk geleerd in de practice mode, die ondertussen ook is verwijderd. Dus eigenlijk is dit een soort van 2-in-1. Namelijk nummer 2 en 3 is tap to walk. Dat is verwijderd. Dus dan gaat er zo'n lijntje heen waar die brawler heen loopt, zeg maar. En nummer 3 is practice mode. Dus letterlijk oefeningen doen. In het begin, wanneer je een spel opstart. Dat is allemaal verwijderd gewoon uit de game. Je moet nu gewoon in één keer spelen. En misschien is dat wel beter ook. Want die practice mode, dat zat gewoon zo slecht in elkaar. En je leerde dus lopen en zo met tap to walk. Maar het was echt vreselijk om mee te spelen. Dus tap to walk hebben ze verwijderd. Practice mode hebben ze verwijderd. Laten we doorgaan naar nummer 4 gelijk. En op nummer 4 staat dat iedere brawler zo zijn eigen verhaaltje had. Dus eigenlijk een beetje zijn eigen lore, zo noem je dat. Op dit moment heb je dat niet meer. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende brawlers, maar geen enkele brawler heeft zijn eigen verhaal meer. Misschien in de vorm van een trailer, dat zou natuurlijk kunnen. Maar nee, er staat geen verhaaltje meer bij, zeg maar, als je de brawler opent. En misschien werd het iets te veel werk voor Supercell om dit toe te voegen. Het is niet alleen dat, ze moeten het ook in allemaal talen vertalen. Dus dat is misschien ook wel een dingetje waarvan ze denken van, oké, dat gaan we niet meer doen. Dus ze hebben het eruit gehaald. Zou natuurlijk ook kunnen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ze gewoon te lui zijn om een verhaaltje te verzinnen. Of er is gewoon bij een bepaalde brawler geen verhaal te verzinnen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik heb geen idee wat de bedoeling is hiervan. Maar ze hebben het eruit gehaald. Of het terug gaat komen, dat is nog de vraag. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Omdat, ja, eigenlijk bijna niemand het boeit. Laten we eerlijk zijn. Niemand boeit het. Goed, laten we doorgaan naar nummer 5. En dit gaat eventjes over knokbal. Namelijk knokbal, dat kon je vroeger spelen op een heel erg aparte manier. Ik heb deze manier ook volgens mij af en toe nog gespeeld. Namelijk, het ging zo. Je hebt natuurlijk 2 goals, maar op dit moment kun je niet achter je goal langs, want dat is letterlijk een muur. Maar vroeger kon je letterlijk achter je goal langs. En op die manier kon je de bal gewoon heel erg lang vasthouden, omdat het best wel lastig was voor de tegenstander om achter jouw goal te komen, zeg maar. Omdat ja, daar span je en het zit er helemaal achter. Dus het is extreem lastig om daar te komen. Maar extreem grappig dus. Dus ja, ze hebben dat gelukkig veranderd, omdat het anders een beetje te moeilijk was, zeg maar, om nog een keer te scoren, weet je, of om de bal af te pakken. Want heel erg veel mensen die gingen dus campen en dat is natuurlijk wel een klein beetje vies. Natuurlijk, op dit moment wordt het ook nog gedaan, gewoon in een bosje zitten, weet je wel, met de bal en gewoon op afstand blijven. Maar is toch net eventjes wat makkelijker om de bal af te pakken dan achter je eigen goal campen. Goed, laten we doorgaan naar nummer 6. En dit gaat erover dat je
alle brawlers kon kopen met een speciale valuta genaamd chip. Namelijk met een chip, of nou ja, eigenlijk meerdere chips, dus ze moesten wel voor sommigen misschien wel een paar honderd hebben. Dan kon je gewoon alle brawlers gelijk kopen. Dus gelijk unlocken. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Want je kreeg ze toen ook wel uit boxen. Maar je kon ze dus gewoon halen met van die chips. Eigenlijk allemaal dus. Dus dat is best wel apart. Op dit moment is dat dus absoluut niet zo. Sommige die moet je krijgen met een bepaalde trophy level. Sommige die moet je krijgen met geluk, namelijk uit een doos. En zo heb je misschien nog wel een manier. Weet ik eventjes niet. In ieder geval, ja, best wel apart dus. Chips, die valuta, die kennen we niet meer. Dat is er dus uitgehaald. Volgens mij zijn ze meerdere keren geswitcht met valuta's. Maar dit is wel een manier hoe ik dus Dynamike al eerder had gekregen dan de hoeveelheid trofeeën die je er nu voor nodig hebt. Volgens mij heb je nu 3000 trofeeën nodig voor Dynamike. Maar ik had hem dus daarvoor al. En heel erg veel mensen waren zo van, huh, hoe heb je dat nou weer gedaan? Ja, dat komt dus omdat ik dus al sinds het begin speelde. En ik heb hem toen gehaald met een bepaalde hoeveelheid chips. Wat dus toen gewoon kon. Goed, laten we doorgaan naar nummer 7. En dit is wel een grappige, namelijk dit gaat eventjes over het gras. Namelijk, je kunt natuurlijk gras kapot maken en dat groeit niet meer terug. Maar vroeger was het anders. Namelijk vroeger, toen groeide het gras gewoon terug na 35 seconden. Dus het maakte eigenlijk niet heel erg veel uit of je heel erg veel kapot maakte. Letterlijk, het gras groeide gewoon weer terug. En ik moet zeggen, het had veel voordelen. Absoluut, absoluut. Want nu heb ik af en toe wel eens van, shit, iemand heeft mijn plekje kapot gemaakt, weet je wel. Maar toen was het zo van, oké, eventjes wachten. En het plekje is gewoon weer terug. Ik kan het weer gebruiken. Maar ja, ze hebben die verandering gemaakt. Het gras groeit nu niet meer terug. Alleen, klein nadeel vind ik. Dat mogen ze in principe wel weer terug doen. Of doe het dan na 60 seconden of zo. Na echt extreem lang. Maar dat het terug moet groeien, ja, dat vind ik wel een klein beetje zo. Goed, laten we doorgaan naar nummer 8. En dit gaat eventjes over het heist evenement. Namelijk, vroeger was het heist evenement met 1 kluis. Jawel, we hebben nu 2 kluizen en je moet aanvallen en verdedigen. Maar vroeger had je 1 kluis en je was dus het verdedigende team. Of je was het aanvallende team en je moest de kluis kapot maken. Dit heb ik ook echt super veel gespeeld. En het was soms echt extreem lastig. Het was totaal niet balanced, echt. Als je bepaalde brawlers speelde, die konden heel erg goed aanvallen, dan had je sowieso gewonnen. Met die reden hebben ze heel Heist eruit gehaald en hebben ze Heist 2.0 geïntroduceerd. En dat is eigenlijk wat we nu spelen. Het heet op dit moment gewoon volgens mij nog Heist. En ja, het is nu letterlijk gewoon balanced. Ik bedoel, je hebt 2 kluizen, iedereen is gelijk aan elkaar. Dus het is echt veel beter dan 1 kluis. Goed dat ze die verandering hebben gedaan. Want ja, met 1 kluis spelen, dat was echt soms echt heel erg zuur. Goed, laten we nog gaan naar nummer 9. En ja, deze weet je waarschijnlijk al wel. Dit is misschien een van de meest obviouse. Maar in ieder geval, vroeger was de game verticaal. Jazeker. Dus je kon gewoon, ja, redelijk chill op je mobiel spelen met, ja, 1 hand. Dat zou in principe kunnen. Want je kon er gewoon verticaal in je hand houden. Nu is het spel natuurlijk horizontaal. Wat betekent dat het wel mooier is voor op YouTube. Want je kunt je game letterlijk helemaal uitrekken, zeg maar. En vroeger hadden we echt zo'n aparte layout ervoor gemaakt. Dus het zag er eigenlijk niet heel erg mooi uit. Maar ja, het kon letterlijk niet anders. Want de game was niet horizontaal. Op dit moment is dat echt veel beter. Ook als ik kijk, de speelervaring is op dit moment zoveel beter dan vroeger. Vroeger zat echt heel erg vaak je duim voor je aanval en zo. Weet je, het was echt vreselijk. Op dit moment is het echt 10 keer beter. Heel erg goed dat ze het horizontaal hebben gemaakt. Goed, laten we doorgaan naar de allerlaatste, namelijk nummer 10. En dit is dat je vroeger als verliezend team alsnog star player kon worden. Op dit moment is het enkel en alleen het winnende team. Daar kan 1 iemand star player worden. Maar vroeger kon het dus ook bij het verliezende team. En ik moet zeggen, dat was een goed iets hoor. Want soms heb je van die games op dit moment waarvan je echt denkt van, oké, ik was sowieso de beste, maar we hebben verloren. En dan wordt heel iemand anders de star player. Maar dat is eigenlijk oneerlijk. Want jij hebt veel beter gespeeld, ondanks dat je hebt verloren. Dus eigenlijk vind ik dat het terug moet komen en dat een verliezend team alsnog een ster player kan krijgen, zeg maar. Natuurlijk, het is mindere kans omdat je hebt verloren, dus misschien gaan er dan een paar puntjes af, maar het zou wel mogelijk moeten zijn, vind ik in ieder geval. En dit was vroeger anders, dus dat zat er dus vroeger in, is eruit gehaald. Met welke reden, ik heb geen idee, maar niet een heel erg goede verandering, vind ik. Dan mogen ze in principe dus weer terugzetten voor mij. Dames en heren, dit waren de 10 dingen die eruit zijn gehaald uit Brawl Stars.
Stars. Welke mis je? Laat het eventjes achter in de reacties. Vond je dit een toffe video? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zou super gewaardeerd worden. Abonneer op ons kanaal. Dat kan natuurlijk ook voor meer Brawl Stars. En dan zou ik zeggen tot de volgende video. Peace out. Oh, nog één dingetje. En dat is onze merchandise te koop op shop.deveelgevraagd.nl. En je kunt de korting Sale 2020 gebruiken voor een speciale korting. Dus check het uit. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En peace out.